januari 2021. Er zijn geen berichten van verhindering. Voordat we beginnen met het mondelinge vragenuur, wil ik een paar woorden wijden aan de rellen die wij door het hele land hebben gezien. En ik hoop dat ik dat doe ook namens alle Kamerleden. Op televisie en via sociale media zagen we hoe zorginstellingen zijn belaagd en winkels werden geplunderd. Op verschillende plekken werd brand gesticht. We hebben gezien hoe agenten, ambulancemedewerkers en journalisten werden aangevallen. En hoe extra beveiliging ervoor moest zorgen dat zorgmedewerkers veilig naar buiten konden. Het zijn schokkende beelden. En ze gaan over de hele wereld over. Dat is niet het Nederland dat wij kennen. En dat is niet het Nederland waarvan wij houden. Geweld hoort niet bij een democratie en het zou nooit een middel mogen zijn om je te uiten. Er is in Nederland alle ruimte om je onvrede kenbaar te maken. Maar er is geen enkele ruimte en geen enkel respect voor de wijze waarop de afgelopen dagen overal in het land werd bedreigd, gevochten en geplunderd. Gelukkig denkt de overgrote meerderheid in het land hier hetzelfde over. En houdt zich zo goed en zo kwaad als het gaat aan alle coronamaatregelen. En ik hoop dat het besef dat geweld nooit een oplossing is, ook snel doordringt tot die kleine minderheid van schreeuwers en geweldplegers die de lelijkste kant van Nederland hebben laten zien. Dat wilde ik even kwijt namens jullie.